Het is een redelijk lastig parcours, dus het was niet echt vechten tegen de tegenstand, denk ik, maar vooral tegen het parcours, tegen de modder en tegen de wind. Met die wind was eigenlijk het plan om een beetje te profiteren en een beetje af te wachten. Maar op een of andere manier had ik een gaatje en op Wyman. En daarachter was het gat nog net een beetje groter, dus ik twijfelde niet en vol doorgegaan. Je hebt hier niet alleen de overwinning, je doet ook een prima zaak naar het klassement toe. Ja, dat op zich wel, maar ik probeer daar ook gewoon zo weinig mogelijk mee bezig te zijn. Als je dat al in je hoofd moet beginnen meespelen, ja, om een uur krijg je wel heel veel druk mee. Dus er kan altijd nog iets mislopen de volgende wedstrijden. Maar als je probeert het beste van je eigen te geven en zo rap mogelijk aan de meet te geraken, dan denk ik dat de klassementen normaal vanzelf volgen.